super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien hoe ik plan in mijn Marcia planner. Deze Marcia planner gebruik ik sinds september. Ik heb ook vorige week voor jullie een video online gezet waarin ik de nieuwste Marcia planner ga unboxen. Ik zal het even hier of hier linken. Ik ga die planner vanaf december gebruiken. Maar aangezien jullie hadden gezegd dat jullie het liefst nu al de planvideo online wouden hebben, ga ik even laten zien hoe ik dus plan in deze planner. En dan ga ik in die andere planner precies hetzelfde doen. Dus heel erg veel kijkplezier met deze video. En laten we dan maar snel gaan beginnen. Oké, ik wou jullie eigenlijk gaan laten zien wat ik allemaal gebruik voor in mijn planner. Welke pennen en zo ik gebruik. Maar mijn etui ligt op school, althans ben ik kwijtgeraakt. Dus ik hoop dat ik die nog eens ga terugvinden. Maar wat ik in ieder geval altijd gebruik zijn deze markers. Ik had nog een nieuw setje liggen, dus dat is fijn. Deze komen gewoon van de HEMA. En dan een zwarte pen. Eerst gebruikte ik altijd een blauwe pen. Maar ik ben nu een zwarte pen gaan gebruiken. En degene die ik had ligt op school. Althans, dus in mijn etui die ik dus kwijt ben geraakt. Dus ik gebruik nu deze. Gewoon een fineliner van de HEMA. En dan ga ik als allereerst eventjes een beetje de planner doorbladeren met wat ik eerst allemaal heb gedaan. Ik plan volgens mij nog best wel veel hetzelfde. Maar dat gaan we nu eventjes bekijken. Oké, ik ben iets van mijn statief kwijt, waardoor ik niet mijn camera erop kan zetten. Dus het beeld gaat niet helemaal zo mooi staan als dat ik had gehoopt. Maar goed, ik hoop dat ik niet te veel zo ga trillen als ik ga filmen. Maar goed, ik ga jullie dus nu de allereerste week laten zien. Dit is de eerste week. En toen plande ik op deze manier. Ik schreef hier het vak op en dan wat ik daarvoor moest maken. En nou, bij Duits was het dan bijvoorbeeld wat meer. En huiswerk doe ik altijd in het roze. En toetsen doe ik altijd in het geel. En dan schreef ik onderaan het eerste vlak of ik trainen had of een wedstrijd of zo. En dan in dit vak schreef ik dan mijn to-do's op. Nou, en hier heb ik nog even wat opgeschreven wat ik dan wou kennen voor Engels. Maar goed, toen plande ik op deze manier. De tweede week deed ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik was er heel erg blij met mijn Engels cijfer, vandaar dat ik die zo gewoon heb opgeschreven. En toen ging ik wat anders proberen. Dat had ik namelijk op Instagram gezien. En dan markeerde ik zeg maar gewoon zo wat rijtjes en daar schreef ik het allemaal op. Maar zoals je hier ziet is dat best wel rommelig. En dan schreef ik hier onderaan ook mijn rooster. Ja, heel leuk, maar ik vind het niet per se nut hebben of zo. Voor de rest vond ik dit wel een leuk idee, maar de uitwerking was wat minder. Ik ben er nog wel gaan doorgebruiken. Oh, hier ziet het er al wat beter uit. Hier heb ik ook met die vakjes gedaan, maar hier is het ietsjes mooier gegaan. En op deze manier vind ik het er wel heel erg leuk uitzien. Bij deze week ziet het er ook nog goed uit, ook omdat hier de kleur niet zo heel erg fel is. Hier was ik jarig. Dit vind ik de leukste week in mijn planner. Dit was de kerstvakantie. Ik heb hier even wat namen afgeplakt. Maar ik vind dit ook heel erg leuk, omdat ik deze vakjes toch niet nodig had. Ik vind het er heel erg leuk uitzien. Het drukt hier wel een beetje door, dus vandaar dat ik hier even heb getekend. Hier was ik weer gestopt met de vakjes, toen heb ik het gewoon weer simpel gemarkeerd. Ik heb geen idee waar die krullen voor staan. Toen ben ik gestopt met bolletjes zetten. Toen heb ik gewoon alleen het vak opgeschreven en dan wat ik moest maken. Dus heb ik niet meer, zoals hier bijvoorbeeld, dan die bolletjes ervoor gedaan. Dit vind ik ook wel leuk, althans het begin dan. Hier gingen we naar Maastricht en naar België. En toen had ik hier opgeschreven wat we allemaal gingen doen en zo. Maar helaas ben ik er op een gegeven moment mee gestopt. Vind ik wel jammer, want ik vind dit er heel erg leuk eruit zien. En het is ook wel leuk om dit terug te lezen. Toen ben ik sinds dit schooljaar weer echt begonnen met echt goed plannen. En nou ja, dit was de eerste week. Toen was er nog niet zo heel erg veel. En dan was dit de tweede week. Op deze manier plan ik nu ook nog steeds. Dan schrijf ik hierop wat voor huiswerk ik die dag moet af hebben. Of als ik toetsen heb, maar dat had ik deze week nog niet. Hier schrijf ik op als ik folders moet lopen. Of als ik club heb. Of rocks, dat is ook iets met de kerk. Hier schrijf ik mijn sport op. En inmiddels doe ik in deze balk ook nog wat anders. Maar dat laat ik zo meteen zien. En hier schrijf ik mijn cijfers op die ik die week heb binnengekregen. Aangezien ik hier dus bijvoorbeeld opschrijf dat ik een economietoets heb. Maar dan is het ook wel leuk als je dan eens een keer terugkijkt om je cijfers te zien. Ik dacht, nou weet je, ik kan het altijd gewoon opschrijven voor wie weet wil je dat eens een keer terugkijken. Dus dat schrijf ik dan hier. Oh, trouwens, hier schreef ik hier onderaan nog mijn club en zo. Dat schreef ik toen nog niet hier. Dat doe ik inmiddels wel. Kijk, er staat hier dus de cijfer die ik dan die week heb binnengekregen. Toen begon ik met hier onderaan op te schrijven welke vlog er dan online komt. Of wat ik moet gaan doen voor YouTube. Dat deed ik gewoon een beetje hier onderaan in deze balk. En toen ben ik begonnen met deze balk echt de YouTube balk zeg maar te maken. Het was weer trouwens vakantie, dus vandaar dat hier ook niet echt schooldingen bij staan.
Maar goed, hier ben ik dus toen gaan opschrijven welke vlog ik dan online wou zetten. En wat ik dan moest doen. En wat de video's ik ging opnemen die dag. En deze week vind ik het ook wel leuk uitzien. Althans, deze kant dan. Want ja, hier gebeurt niet zoveel. Maar toen wou ik ook wat to-do's gaan opschrijven in mijn planner. Dus toen heb ik hier een extra streep getrokken. En toen heb ik hier mijn to-do gedaan. En dan stond dus hier mijn toetsen en zo. En mijn huiswerk. En dan hier to-do. Hier club, folders en dat soort dingen. Hier schrijf ik dan op de sportdingen die ik dan doe. Of ja, beweging. Want wandelen, ik weet niet eigenlijk of dat een sport is. En dan hier voor YouTube. En dan hier nog gewoon mijn cijfers. Nou, dat heb ik hier ook gedaan. Hier had ik stickertjes overheen geplakt. Maar die heb ik eruit gehaald omdat ik dat niet zo leuk vond. Dus ja, en dat is niet helemaal goed gegaan. Hier ben ik ook een nieuw handschrift gaan uittesten. En die vond ik wel heel erg leuk. Alleen uiteindelijk heb ik die niet meer gedaan. Wat ik hier ook ben gaan doen is bij cijfers. Toen heb ik die twee kleuren gegeven. Als allereerst de blauwe is als ik een cijfer binnen had. En de roze is een voorspelling. Dus ik had hier mijn aardrijkskundetoets gehad. En dan schreef ik hierop wat voor cijfer ik voorspeld had. Nou, dat was een 4. En dan was het volgende week. En dan kan je hier zien staan dat ik een 5,4 had. Dus dat is al beter dan ik had gedacht. Dat is wel leuk om te zien, vind ik. En dan was dit afgelopen week. Hier was ik ook jarig. En hier ben ik weer teruggegaan in mijn oude handschrift. Dit heb ik niet meer heel goed opgeschreven allemaal, wat ik wel weer even moet gaan doen. En dan is dit deze week. Aangezien ik nu thuis zit vanwege corona, gebruik ik hem nu iets anders. Maar goed, ik ga wel samen met jullie eventjes de planner nu invullen. Ik hoop dat jullie het ook eventjes leuk vinden om te zien hoe ik een beetje door mijn planner heen heb gepland. En dan ga ik nu eventjes mijn magister erbij pakken voor mijn huiswerk. En dan ga ik die samen met jullie eventjes invullen. Oké, hoe ik het doe is eigenlijk heel erg simpel. Ik pak mijn magister erbij en dan kijk ik gewoon wat voor huiswerk er allemaal in staat. Ik denk dat bijna iedereen wel zo plant, maar goed, ik zal het eventjes bij één vak laten zien. Wat ik dan gewoon doe, ik zet een bolletje. Dan schrijf ik het vak op. Zo. En eerst schrijf ik dus ook altijd wat ik moet maken voor dat vak, maar dat doe ik nu niet meer, aangezien ik dat best wel onhandig vind. En het kan ook nog wel eens veranderen, dus dan moet ik gewoon in magister kijken voor wat voor huiswerk ik heb. En dan kan ik het dus nooit fout opschrijven. Tenzij die docent natuurlijk het huiswerk eruit haalt, dan heb ik het wel voor niks opgeschreven. Maar goed, ik markeer dat dan met roze, aangezien het huiswerk is. En op deze manier doe ik dus mijn huiswerk en zo inplannen. Oké, als ik dat heb opgeschreven, dan ga ik verder met de sport. Maatschappijleer gaat trouwens niet door, omdat we dus thuis zitten. Dus die heb ik bij volgende week geschreven, want dan gaat die wel door. En wiskunde had ik sowieso eigenlijk al op woensdag. Maar ik moet ook even afwachten of die wel doorgaat. Maar goed, ik ga nu op mijn sport invullen. Wat ik dan altijd doe, is ik vul mijn korfbal eventjes in. Ik had per ongeluk hier even opgeschreven, maar goed. Op deze manier doe ik dat dan. Hier moet ik nog eventjes hardlopen opschrijven. En dan schrijf ik dus hier onderaan, schrijf ik wat voor dingen ik voor YouTube moet doen. En dat was hoe ik plan. Een Marsha planner is best wel prijzig. En Renske die heeft een soort goedkopere versie. Deze komt van de Bruna en ik zal eventjes de prijs in beeld zetten. De planner die Renske heeft heb ik niet meer kunnen vinden bij ons in de Bruna. Ik heb wel nog wat andere planners gevonden die er ook een beetje op lijken. Dus die staan nu eventjes in beeld. Maar deze heeft in ieder geval ook zo'n lange strook. En ik zal even laten zien hoe Renske dan precies plant. Kijk, eigenlijk een beetje soort van op dezelfde manier. Ze schrijft ook hier de huiswerken op, ook in het roze. En dan schrijft ze hier de trainingen of zo op. Of de folders lopen en de toetsen worden dan in het geel. Inmiddels maakt ze ook hier de to-do. Dus dan trekt ze ook gewoon zelf een lijn en dan schrijft ze hier de dingen die ze op die dag wil gaan doen. Hier nog een extra lijn bij gemaakt, zodat dit een apart vakje wordt voor to-do. En er dan hier gewoon trainen en nou, hier dan extra dingetjes apart staan. Deze planner lijkt dus wel een beetje op de Marsha planner. En je kan natuurlijk zelf ook nog extra lijnen trekken in je planner. Dat was in ieder geval hoe ik plan. En dit was ook hoe ik een beetje heb gepland door mijn Marsha planner heen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Zo ja, doe even je duimpje omhoog. Abonneer eventjes op ons kanaal. En klik even op het belletje, want dan krijg je een melding als we weer een nieuwe video plaatsen. En tot de volgende video. Doei doei!